Mr. Wayne and Mr. Harrison, give them a warm welcome because they're making their appearance. Give them a big applause because these two men know how it works. They pass it on for generations and today they are our guests. We're honored and blessed to have you here. Enjoy everything that you have learned. You're the next generations for the game today. Thank you very much. Kijk eerst nog even naar links en rechts. Alsof hij nog verkeer kan verwachten, maar veiligheid voor alles, dat blijkt wel. Dit is wat we noemen de stilte voor de storm. Vlak voor het moment dat je kippenvel krijgt op iedere plooi van je lijf. Goosebumps, of hoe noemen ze dat? Chicken skin. En dat meeste zal gaan komen bij wedstrijdleider Dirk Barends. Dirk, ik wil je adviseren om niet te veel schuimende termen er tussendoor te gooien. Omdat en Tessel meeluistert op de radio en John Smit het gaat filmen. Maar voor jouw vreugde moment geef ik je even de microfoon, Dirk. Be a gentleman, Dirk. Ja, dankjewel allemaal. Nou, rijkelijk publiek vandaag, gelukkig. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Ik wil eerst nog even het gelegenheid gebruik maken om al onze vlagsponsors te bedanken. Want zonder de sponsors komen we nergens. Al onze vrijwilligers, nog veel belangrijker eigenlijk. Want die hebben we ook allemaal nodig. Ook de coureurs, monteurs. We moeten het met z'n allen doen om een heel mooi weekend neer te zetten. En ik denk dat het tot nog toe allemaal vlekkeloos verlopen is. Ik hoop dat jullie direct een spetterende finale meegemaakt van de Stokker Formule 1. Dit is even mijn momentje. Daar kijken we altijd een heel jaar naar uit. Ik zal het kippenvel momentje laat ik even weer even tot mijn eigen komen. Drivers, start your engines! As Robbie Williams once said, let us entertain you. 20 ronden.
34 auto's. Ze zijn er allemaal en we gaan voor een huzarenstukje. We gaan de boeken in als een van de mooiste races, want het is volgens mij nog nooit zo druk geweest met stokcarrieren. Uit alle hoeken, van alle landen staan ze hier en ze willen allemaal één plekje. En dat gaat niet en dat maakt het juist zo mooi. Geniet van Formule 1 geweld in voornaad, de finale stokcar.
dat is een keer nummer. Ah, 410. Jelle Tesselaar. Oh, sorry. Jelle Tesselaar. En Pieter van der Riest, van harte gefeliciteerd. We gaan even het prijs uitreiken, mannen. Dan kan ik het maar één keer goed zeggen. Drie Chris. Toch? Ja. Ze zeggen, het was... Nou, het was zoiets, denk ik. Want het, maar goed, ik kan niet eens spreken van tekortkomen, want het was gewoon... nou, fantastisch om te zien. Dames en heren, een daverend applaus voor de derde plaats, Chris Boeze. Ook voor jou een prachtige pet. Voor Provaal Rentenaar, een prachtige eenboet, bokaal, bloemen van Bert van der Wal. Champagne, nou ik mag geen champagne noemen, het is meer spuitwater. Dus gebruik dat straks om elkaar eventjes af te koelen. En natuurlijk een zoen van de crossmissen. Ga er even mooi bij staan voor de foto, Chris. Als we bij de Olympische Spelen waren, dan was het een zilveren plak voor Jelle Tesselaar. Maar vandaag in de grote finale, absoluut de allerbeste, startnummer 226, Pieter van der Riest. Nou, winnaar is nog even met... Stel. Oké. Okay. En onze overzeese gasten. Best English driver. Paul Harrison. Hij wordt derde in die finale. We hebben een Tesselaar op 2. Ook niet verkeerd. Jelle is de naam met 410. Maar oppermachtig vandaag uit Friesland. 226. Pieter van der Riest.